Mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is vandaag dag 6 van de dagelijkse video's. En ik sta in een park, wat jullie misschien wel kennen, Bounce Valley Eindhoven. En, wacht even hoor. Als ik zo keihard zo... Oh, daar is de eigenaar. Hoi, ik ben Bart. Hoi Bart. Hoi. Vet park. Dankjewel. Wij gaan tegen elkaar een Game of Flip doen. We hebben al een hele lange tijd geen Game of Flip meer gedaan in een airpark. Maar voordat we gaan naar de allereerste challenge van Boas, even korte regels. Jullie kennen allemaal het Game of Flip wel. Als je een trick verzint, heb je één poging, doe je hem na, heb je er twee. Land je de trick niet, dan heb je een kruis. Wie aan het eind van de 10 challenges de meeste kruisen heeft, die verliest. Steempje schaar, wie begint, niet te veel praten. Vind je de dagelijkse video's leuk, laat zeker een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En steempje schaar, steempje schaar. Hey, steempje schaar. Okay. Jij mag beginnen in je eigen park. Oké, okay. Ja. We beginnen dus hierop. Doe je hier een salto op. Mag je de grond niet raken, dan doe je er hierop en dan doe je er hierop. Die winnen de minste prijs om allemaal salto te doen zonder de grond te raken, die wint. En je hoeft zeg maar niet op je... Je moet eerst op je voeten landen, maar je hoeft niet zeg maar te blijven staan. Je mag dan even eraf vallen en dan zeg maar soort van dood gaan. Wow. Dat is één. Oh, val bijna. Oh, twee! Oh shit, dit is echt moeilijker dan ik dacht eigenlijk. Deze wordt landen. Deze moet ik landen. Oh! Yeah! Yes. Eerste trui mislukt. Oké, als het mij nu in één keer lukt, heeft Boas een kruis. Oh, wat is dit waard? Ja, ik liet mijn armen zo los en toen ging ik al vol fetters. Ja, maar ook al heb je armen wel zo, dan raak je alsnog met je neus, dus dat maakt niet uit. Ja, dat klopt. Kom maar, die kant op. Het is er maar elke keer weer heel spannend om in te zetten. Ah, oh, dat is zoveel pijn. Poging nummer 2. Heel netjes. Netjes let's hoor. Go. Laatste. Vallen, vallen, vallen. Mag ik saboteren? Nee. Ja. Nee. Ja. Hoor. Raakt hij niet met je handen de grond? Nee. Volgens mij raakt hij met ik wil een VAR. Oké, gefeliciteerd jongen, je hebt gewonnen. Dankjewel, een kruis voor jou. Gaan we door naar mijn challenge. Let's go. Boas, we gaan iets doen. Dat is echt eng, maar we gaan het wel doen. Ja. Ik ga geen backflip daaruit doen, hè? Ik heb dit gedaan, maar dit lijkt inderdaad heel zacht. Heb je het gedaan? Ja, hij heeft het gedaan. Echt? Ja. Wanneer? Waar was ik toen? Ja, toen moesten we allemaal een geheime... Oh. Wel zachter dan dat het was. Ik weet niet of dit durft. Ik ga nou niet pussy out doen. We hebben niet minder of meer poppen aanzetten. Fuck it, ouwe. Let's go. Het is maar een springkussenpark. Oh! Oh! Oh dat... heel ik vlak bijna mijn hele been. Succes! Yeah. Oh, ik wil wel eens naar boven, maar... echt een hele lastige. Dus als hij deze niet doet, snap ik het. Oh. Hoe sta jij hier überhaupt? Ik ben ook nog dikker dan het jij bent natuurlijk. Ver zetten. Dat ga ik dus echt zeker niet doen. Dus dat betekent... Kruis nummer 2. Nou, het is hard tegen hard, hè. Jij mag ook weer hard. Het is jouw challenge. Twee kruis voor jou, deel voor mij. Yes. Ik ga even mijn eigen specialiteit inzetten. Frontflip, round-off, dubbel full. Ja. Als ze hem allebei landen, wie iemand laatste of de eerste niet landt. Oké, okay. Succes. Ja? Oh, ik haal hem al niet. Als jij hem nu haalt, dan... Maar ik heb dat al in geen 2 jaar meer gedaan. Als ze hem allebei niet halen, is het de eerste die hem wel haalt dan. Ja. Oh, zeg, Bas, waarom zit hij niet in? Ook niet, ook niet, ook niet! Dat ik... Ja, ik zei dit, ik denk dat ik hem niet eens inzet. Dus als hij nu landt, dan denk niet dat ik hem ga doen. Ja, ja, nee. Ik was bang voor het blok. Ik kon dit altijd, waarom kan ik dit een beetje niet meer? Oh nee, 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 nee. Zo laag. Die frontflip is echt best wel moeilijk nog. Ja. Oh, mijn lies.
Eigenlijk heb ik nog een try, maar ik weet dat ik hem sowieso niet ga halen. Ik heb sowieso een kruis. Boas, je mag nog één poging. Haal je hem? Ja. Heb je geen kruis, haal je niet op de trap. Ja. Ja, ja. Oh! Lekker. Had ik hem? Ja hoor. Geland op mijn buik. Ja, het helpt. Naar Cody. Jij was veel dichterbij dan ik was. Dus één kruis voor mij, twee voor Boas. Maar we zijn bij mijn tweede challenge. En deze is iets sketchier. We gaan op deze muur klimmen. Vanaf boven droppen en in één keer frontflippen. Oh, dat is moeilijk. Oh mijn god. Allemaal spul op mijn benen. Wacht, kijk uit boven. Oh shit. Ook heel clean. Dat was iets makkelijker dan ik dacht. Maar je mag dus zitten met afzet. En wat is het nu? Oh, ik vind dit droppen al eng. Hoor ik niet. Allebei geen kruis. Allebei geen kruis. Twee voor jou, één voor mij. Challenge nummer drie. Ja. Van jou. Jij kan ook wel een palmflip, toch? Dat zeg maar gewoon even. Dat kan je. Zo. Kan je dat niet meer? Maar goed, doe maar. Hey, wel een probleem, want we gaan step met palmflip doen. Oké, okay, doe maar. Dus één voet tegenaan, dan palmflip. Oh, hij landt. Die was wel echt heel sketchy. Maar je hebt wel twee pogingen, toch? Ja. Step up. Ja, dat snap ik. Step. Eerst gewoon een normale. Maar ik doe eerst een normale. Maar even dus zo. Ik denk niet meer dat ik dat durf, maar we gaan het gewoon proberen. Kan het wel mee. Ik geloof in jou. Push your limits, hè. Ik wil hem inzetten, dan ga je push your limit. Push it to the limit. Oh, je lijkt net op Mr. Krabs. Push it to the limit. Ja, gaat echt. Hij heeft echt drugs op. Oké, ik vind het echt... Je kan het! Push your limit. Op z'n rug, op je rug staan. Let's go! Oh, ik voel hem! Let's go! Ik voel hem! Woo! Step up! Nee! Hoezo lijkt het dan weer zo af? Ja, maar je moet gewoon je hart. Ik had je al mijn energie. Even, doe nog opnieuw. Nee, nee, nee. Ja, 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 moeite, kom. Ja, kom op. Let's go! Let's go! Nee, ga! Nee, ik neem mijn klapjes terug. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Ik heb nog überhaupt nog niks geprobeerd, maar ik ga wel meteen voor step-up. Kijk uit. Oké, okay, fuck it, let's go. Even achter een muurtje. Let's go! Ja, oké. Okay. Nee! Gas, pussy! Ik moet de normale doen. En die durf ik ook niet. Zit gewoon niet meer in me. Ik moet dat eerst bij een trampoline weer durven. Ik durf nu niet. Kruis nummer 2. Maar we gaan naar mijne. Voor challenge 3. Heb ik jou een puntje? Gefeliciteerd. Denk wel. 2-2. En de challenge die we hier gaan doen is extreem. Spannend, want je kan er makkelijk afvallen. Backflip hierop. Als je hem landt, helemaal top. Stikt één iemand hem, dus je moet voor de stik gaan. Die wint. Allebei niet, dus allebei geen kruis. Hey. Nee, ik had hem zo. Oh, gast. Oh, maar oké, als Boas hem nu ook gewoon normaal landt, hebben we allebei geen kruis. Het is helemaal best groot, maar als je landt en een schop voorschiet ben je dood en als je landt achterschiet ben je dood. Ik kan niet. Ik vind het veel enger dan ik had verwacht. Oké. 3 hoofdrechten. 2. Oh! Nee! Ja! Nee! Ja! Oké, geen kruis voor mij. Wel echt heel close allebei. We gaan door naar challenge 4 van Boas. En eventjes eerst de tussenstand. 2 kruisen voor Boas, 2 kruisen voor mij. Dus het wordt spannend. Nog 2 challenges per persoon. Wie gaat er winnen? Laat weten. Wat we gaan doen, je begint hierop, de ander veert jou. Ja. Je doet een backpull, okay. Je landt en dan moet je zoveel mogelijk backflips achtereenvolgend doen, zeg maar zonder echt stil te staan ertussendoor. Wie de meeste backflips er achteraan doet, die wint. Ja? Mag het ook zonder veer? Nee. Nee, ik heb dat nog nooit gedaan. Hoe, in mijn rug? Een beetje leeglopen. In mijn rug erin? Ja. Oké, ja? 3. 1. Auw! Dat was er 1. Auw! Ik verneukte echt mijn hele lies in die pool. Auw! Ja, ik deed een pool en daardoor kreeg ik die klap zeg maar, van mijn benen die achter me aangeslingerd werden. Toen ik in de lucht zat, had je hem al ingezet. Ja! Oké, okay, ik ben. Ik heb dit nog nooit gedaan, hè? Kan je wel, ja? Wacht. Even
mental preparation. Ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik heb geen idee hoe je dit veert. Het valt bij. Mag één keer dat je me gewoon omhoog veert zonder salto? Dat snap ik. Wacht, je rug. Ja. Als ik op mijn hoogste puntje moet jij niet. Oké. Nu. Oh ja. Ja. Voel je het, voel je? Oké, ready. 3, 2. Sorry. Ik moest ook in één keer, ik had ook een slechte peer, maar ik ging gewoon door. Nee, je deed je sprong zelf natuurlijk. Ja. Maar ik heb hem nog niet voel niet ingezet. Oké, nog één keer. Dit is mijn laatste poging als win jij. 3, 2, 1, bommetje! Let's go! Genoeg! No cruise for me, cruise for you. 3, 2, my challenge. We hebben deze een tijdje geleden ook al gedaan, maar deze is oprecht heel moeilijk. Wat je doet, side flip afzettend voor deze bol en landen hierop zonder je handen te gebruiken. Degene die dat als eerste doet met maximaal 5 pogingen, die heeft geen kruis, de ander wel. Zonder handen, alleen nu moet ik blijven staan. Close. Dat is echt heel close, maar het is echt moeilijk om te blijven staan. Dingen zo instabiel. Nee joh. Let's go! Poging 2, dat betekent als Boas hem nu ook haalt, hebben we allebei een kruis eraf. En als Boas hem niet haalt, geeft hij een kruis erbij en staat het 4-2. Let's go! Hoi! Hey. Hoe haalde jij hem nu 2 keer? De vorige keer deed het 20 keer. Ja, klopt. Nou mam, je bent niet mijn mam, maar I love you mam. 4 kruis voor jou, 2 voor mij. Je kan alleen nog gelijk spelen. Maar ik heb nu een chance en ik ga voor 100 miljoen kruis. Okay. Nee, gewoon voor 1 kruis. Oh. We doen een tijdsparcours. Wat je doet, je rent aan, doet een side flip. Dat is al moeilijk. Dan ren je door, dan moet je via de glijbaan omhoog. Dan moet je daarboven een salto doen in het laag gedeelte. Je hoeft niet te landen. Met de glijbaan naar beneden. En als je dan weer op de blok staat, dan stopt je tijd. Wie dat het snelste doet. Mocht je de side flips niet halen, moet je dus terug om de side flips weer opnieuw te doen. Oké, succes. Dankjewel. Oké, zijn jullie ready? Is Boas ready? Ja. 3, 2, 1, go! Nice. Ja, ik deed wel de side flip, dus dat vind ik goed. Ga je backflip of salto? Salto volgens mij. Ah! Oké, ik ga aan de kijkers de tijd laten zien. Dit was Boas zijn tijd. Een paar dingen waren wel discutabel, maar ja, daar gaan we het niet over hebben. Ik mag. Hey, ik zei sidewrips eroverheen, niet sidewrips landen eroverheen. Mees ready? Ik ready? Ja, 3, 2, 1, go! Netjes. Oh, shit! Ja. Side-flip geland, man. Jij echt zo veel dan in. Nice! Oh! Yes! Was goed. Oh, ik landde die side-flip ook nog, hè? Ja, ik weet niet wat ik al, maar jij hebt sowieso gewonnen. Hoeveel seconden had ik? 18-18. Oh ja, had 27. Ja, heb ik al dik gewonnen. 5 voor mij. Oh, 5 kruisen voor jou, sorry. 5 voor jou, voor mij. Was alleen, hè? De laatste is 4 kruisen waar het al was, maar ik mag hem verzinnen. Ja? Ik zit momenteel in het midden van de 2 glijbanen. Boas gaat aan deze kant staan, ik aan deze kant. Wie als eerste 5 verschillende salto's landt, die heeft gewonnen. En die heeft ook deze hele Game of Flip gewonnen. Boas gaat aftellen en dan mogen we beginnen. Mogen de beste man winnen. Oké, in 3, 2, 1, go! Allebei backflip. Oh, Boas gaat door. Dat is 3. Allebei 3. Wow. Kom op jongens, bedenk. Nee, oh, 4! 4 voor Boas! 4 voor Boas! Dat zijn er 5. Maar ik vind eigenlijk niet dat ik heb gewonnen nu. Je had een blackout, hè? Ik had blackout. Ja, want ik dacht, ik kan hier geen backfull tussen. Barani had makkelijk gekund, alleen ik dacht dat het niet zo goed veerde. Zou ik het net gewoon getest hebben. Heel goed eigenlijk, die backfull ging ook makkelijk. Ik vind dat goed. Gelijkspel. Gelijkspel. Laat mij in de comments weten of we het nog een keer moeten doen en dat ik dan wel volledig. Ja, dit was een top Game of Flip.
We kunnen nog een Game of Flip in het trampolinepark doen in een freerunhal. Laat maar weten wat jullie willen zien. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de 6e video van deze maand. Wil je er nou bij zijn? Morgen komt weer een video om 4:30. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan check jullie, zoals altijd, bij een nieuwe video. Later!